Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft vandaag het Public Sector Reform Program van de regering Santokki-Brunswijk gelanceerd. Hiermee zijn er twee hoofdactiviteiten gestart, namelijk het vrijwillig uit dienst treden van ambtenaren en de verplichte landsdienarenregistratie. Op het hoofdkantoor van het ministerie heeft directeur Nasir Eskaak zich als eerste ambtenaar geregistreerd. Minister Brontë-Sommaharju benadrukt dat iedere ambtenaar zich moet registreren. Anders zal er inhouding van het salaris plaatsvinden. En dat gaan we makkelijk maken hoor. We willen het niemand onaangenaam zijn. Je kan het via de website doen, je kan het fysiek doen, maar we gaan ook mobiele units sturen. Wij gaan ervoor zorgen dat je kan registreren en dat het geen moeite betreft. Maar als je opzettelijk niet komt registreren, dan gaan we je loon stopzetten. Ja. En hoe lang hebben ambtenaren de tijd om zich te registreren? Tot en met 31 december. Er is genoeg tijd, maar wat de pandiet zo net zei, ga niet uitstellen, ga niet afstellen, want even nou registreer je eens keer. En minister, zullen er ook mobiele units zijn in de districten? Klopt, ja, mobiele units in de districten, in de verre districten. Wij van Binnenlandse Zaken, waar het overheidspersoneelbeleid onder resulteert, gaan ervoor zorgen om het zo gemakkelijk mogelijk te maken voor de ambtenaar. Je kan het via verschillende manieren doen, dus maak je niet druk. Als je wil registreren, dan kan dat. Wij gaan daarvoor zorgen. Directeur Eskaak legt uit dat met de verplichte ambtenarenregistratie er eindelijk vastgesteld zal worden hoe groot het overheidsapparaat werkelijk is. Hij benadrukte dat het analyseren van een probleem begint met het kennen van de omvang van dat probleem. Bisa, dus nogmaals dank voor uw opkomst. Laten we hiermee aan de rest van de overheid aangeven dat deze verplichte landsdienarenregistratie een must is. En vergis u zich niet, er is ook wanneer iets verplicht wordt gesteld en het wordt niet nageleefd, zeggen dat er iets anders daar tegenover staat bij het nalaten van wat verplicht is gesteld. Vandaag maken wij een goede start en u toont alvast dat het ministerie van PISA volledig en helemaal achter deze eerste stap staat van het in kaart brengen van het landsdienarenbestand. Eskaak haalde ook aan dat de verplichte ambtenarenregistratie slechts een deel is van het Public Sector Reform Program. Echter is dit ook het meest belangrijke deel, wil de overheid gestructureerd problemen binnen de ambtenarij oplossen.